1 voor 12 heeft een sms-lijn. U kunt daar op de tekst help de mensen in nood sms'en naar het nummer 1912. En dan doet u zo een bijdrage aan het werk van 1 voor 12. In de navolgende opname feliciteert voorzitter Vismalen een donateur. Spreekt hij zijn dank uit aan allen die bijdragen bij ons sociaal werk. En hij gaat verder in op de lopende projecten van 1 voor 12. Uw aandacht daarvoor. Dankjewel Max. Ook willen wij van hieruit een jarige feliciteren. Deze man is lid van een Durgemandier en heeft in verband daarmee een geste gedaan aan 1 voor 12. En dat gaan wij gebruiken in een van onze komende uitzendingen. Verder willen wij mevrouw Mendelssohn ook bedanken voor haar geste, mevrouw Vreug. En alle donateurs die op welke manier dan ook een bijdrage geleverd hebben naar 1 voor 12. Ik hoef niet alle namen te noemen, maar er zijn tal van mensen die 1 voor 12 blijven ondersteunen. Onze beschermvrouw, zo zijn er mensen, meneer Chris uit Nederland, meneer Saborali uit Nederland. Er zijn een aantal mensen die wij van hieruit bedanken. Ook willen wij mevrouw A.T. Mendelssohn bedanken, mevrouw Vreug en alle andere donateurs. Ik wil ze allemaal van hieruit heel hartelijk dank zeggen. En godsrijkse zegen. En blijf de 1 voor 12 ondersteunen. En vergeet u niet, we hebben ook een sms-lijn 1912 waarop je ook een sms'je kunt sturen. En daar ondersteunt u 1 voor 12 ook. Als je dat niet kunt doen, komt u naar ons kantoor 1 voor 12 en blijft u 1 voor 12 ondersteunen. Dan kunnen wij veel meer mensen helpen. U ziet wat we hebben gedaan. Afgelopen week hebben wij een woning opgeleverd dat een kostenplaatje van dichtbij 60.000. Wij hebben de helft aan donaties gekregen en de rest hebben wij uit eigen kas ook bijgezet. En zo hebben wij Siomara Kadozu. We hebben ook een paar dagen terug een donatie gekregen van een donateur. Die heeft een klerenkast, een wasmachine. Ook hebben wij voor familie Gampoet een gasbom met slang compleet. Dat wij maandag of dinsdag gaan overhandigen voor de familie Gampoet. Wij hebben de gelden in ontvangst gekregen om een nieuwe gascilinder te kopen. En dat gaan we de komende week doen. En ook overhandigen aan de familie. Dat zult u ook getuige van zijn om te zien waar alle middelen naartoe gaan. Nogmaals, dank. We hebben nog tal van producten die wij moeten overhandigen. Maar u weet, we hebben een kleine bezetting, dus we kunnen niet alles in één keer doen. We hebben spullen van een ondernemer die maandelijks ons donatie doet. Zo hebben we tal van spullen van deze ondernemer. En hij zegt, geef het aan de mensen in nood, de mensen die het hart nodig hebben. En deze ondernemer is ook een ondernemer die zijn hart op de juiste plaats zet. En ik zeg je nogmaals, help die 1 voor 12. Wij hebben plannen waar wij de komende periodes u getuigen mee zal laten zijn. U zult zien waarmee we bezig gaan zijn en daar vraag ik u aandacht voor. En ik zeg nogmaals, help 1 voor 12. Tang, yippie, aboen, rokken zou we doen. Dan gaan we veel meer mensen kunnen helpen. Thank you, love you. Wampowa, dat we door, wambigisani.